Hallo allemaal, welkom in deze video. Stamping Up heeft nu een hele mooie die van Sizzix en dat is de Spiral Flower. Met de Spiral Flower stans je een bepaalde vorm uit het papier en die rolt je dan op. En dan kun je verschillende roosjes maken. Dit is bijvoorbeeld een die van Vilt. Die gaan we nu niet doen, die is ook wat strakker opgerold. We gaan nu deze maken, maar dan in deze twee kleuren papier. Dit papier is toevallig ook van Stamping Up, maar in principe kun je elk soort papier ervoor gebruiken. Alleen is het wel het leuke van dit papier, dat hij een iets andere kleur kern heeft, waardoor als je met een schuurpapiertje een beetje gaat distressen, dan krijg je iets van die andere kleur te zien. Dus daar gaan we ook mee beginnen. Pak een schuurpapiertje. En ik ga dus helemaal rondom. Deze helemaal distressing. Dan doe ik dat bij die andere kleur ook. De ene kleur zal ik iets zichtbaarder zijn dan bij de andere. Maar voor het effect van deze roos vind ik het heel mooi als hij een klein beetje verweerd is. Het hoeft niet zo heel uitgebreid. Nou, zodra ik dat heb gedaan, pak ik mijn vouwbeen erbij. Met de vouwbeen ga ik voorzichtig het papier alvast een beetje in vorm brengen. Ik ga in principe het papier al een beetje dwingen om een bepaalde kant op te gaan. En dan kan ik beter deze kant op doen trouwens. Misschien gaat even wat. Het papier weet nu al een beetje welke kant het straks op moet gaan rollen. Dat doe ik ook bij die andere. Als ik hem nu op zou rollen, dan zou het bloempje best wel strak blijven. Ik wil het toch wat meer opener, wat verweerder. Dus de volgende stap is water. Ik heb gewoon een spuitflesje met water. En ik maak het papier gewoon een klein beetje nat. En dan verfrommel ik ze. Natuurlijk moet je dat wel met beleid doen. Maar je maakt er in principe een klein propje van. En daarna ontfrommel je het heel voorzichtig. Doe ik ook bij die andere. Waarom ik trouwens twee kleuren doe, lijken wel in dezelfde kleurfamilie. Hierdoor krijg je wat meer diepte in de bloem. Nou, dan leg ik dus de bloemvorm op elkaar. En je kunt het ook met een pincet beginnen. Dan heb je iets meer houvast. Maar zoals je ziet is het ook heel goed mogelijk. Je gewoon heel voorzichtig begint te rollen. Zorg wel dat de volgorde van de lagen goed blijft. In dit geval de turquoise. Dat hij bovenop de groene blijft. En zo blijf ik voorzichtig doorrollen. Tot ik aan het einde ben. Nu vind ik zelf dat dit is zeg maar de basis. Ik heb dus een basis van de groene en de basis van de turquoise. Als ik allebei de basis blijf gebruiken, wordt het een beetje te vol aan de onderkant. Dus ik knip de basis van de turquoise eraf. En dan straks de groene. Daarmee bevestig ik hem. Hij is nu nog een beetje strak. Dus ik ga hem een heel klein beetje openmaken. Dus ik druk gewoon een klein beetje. Je mag ook een klein beetje platte hand erop drukken. Net zo lang tot ik tevreden ben. Op dat moment pak ik mijn lijm erbij.
En dan plak ik eerst die turquoise vast. En dan breng ik lijm aan, een lekkere dikke laag, op al deze opgerolde stukjes papier. En ik breng lijm aan op de basis en een stukje van dit blad. Het duurt even voordat deze lijm droog is, dus ik leg hem gewoon even plat neer. Ondertussen kan ik nog een klein beetje de blaadjes nog extra in vorm brengen, terwijl de lijm aan het drogen is. Ik vouw de blaadjes een klein beetje om, tot ik tevreden ben. Nu laat ik dan rustig het bloempje drogen en dan kan ik hem bevestigen op mijn werkstuk. Ik hoop dat jullie het een leuke workshop vonden en ik zou zeggen, probeer het zelf een keer. Veel plezier ermee!